Als dochter vind ik dat nog wel het moeilijkste stuk. Dat ik denk, ik snap mijn moeder, maar ja, ik snap ook mijn vader. En lukt het om inderdaad een soort modus te vinden. Hoe zorg je ervoor dat je gerechtigd bent om je huis te verkopen als dat nodig mocht zijn? De vader van Saskia heeft FTD. Dat is een vorm van dementie. Ik ben bij haar op bezoek om te horen hoe de case manager heeft geholpen zodat alle zaken goed geregeld zijn. Ik had altijd ergens wel een soort rekening gehouden met het feit dat hij lichamelijk harder achteruit zou gaan. En, maar het was gewoon nooit in me opgekomen dat hij ook wat aan zijn hoofd kon mankeren. Ja. En mijn vader zei vroeger ook altijd zo van ja, kop is mijn beste lichaamsdeel, omdat hij zoveel andere beperkingen had. En uitgerekend zijn hoofd laat hem nu in de steek. De toekomst, ja, dat is een goede vraag. Mijn vader wil natuurlijk het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar ik zie wel dat het voor mijn moeder inderdaad steeds zwaarder wordt. Dat vind ik zelf ook wel spannend. Zo van, ja, wanneer wordt het op een gegeven moment, gaat die twee wensen eigenlijk te veel uit elkaar lopen. Dus zeg maar als dochter vind ik dat nog wel het moeilijkste stuk. Dat ik denk, ik snap mijn moeder, maar ja, ik snap ook mijn vader. En lukt het om inderdaad een soort modus te vinden. Mijn moeder heeft het wel vaker al over eventueel een verpleeghuis in de toekomst. En, maar dat vind ik ook wel lastig. Wat is het goede moment? Ja. Dat gesprek wat we toen hebben gehad, echt een beetje die familievergadering, zo voelde het een beetje. Want ook mijn broer en mijn schoonzus waren daar toen bij en mijn ouders en de case manager. Toen hebben we dus wel echt heel erg gekeken naar wat zijn jullie wensen. En welke wensen moet je dan inderdaad ook vastleggen en bij wie? Dus uiteindelijk zijn de wensen met betrekking tot de medische zaken besproken, ook met de huisarts en daar ook schriftelijk vastgelegd. En de financiële afspraken zijn bij de notaris besproken en vastgelegd. Nou ja, en ik heb achteraf ook het idee dat we inderdaad gelukkig op tijd besproken hebben. Want inmiddels is mijn vader ook wat verder achteruit gegaan. En ik weet niet of dat nu inderdaad dat gesprek nog hetzelfde had gekund als toen. En wat ik wel fijn vond is dat de case manager daarbij echt heel erg ook wel de rol van een soort gespreksleider opnam. En ze had ook papieren meegenomen, losse formulieren waar je op kan schrijven wat je wel of niet zou willen. En dat gaf ons ook wel een soort leidraad van waar moet je allemaal aan denken. Als de dementie verder vordert, stel je, noem even wat, hè, je valt en breekt een heup, ja, wil je dat dan nog geopereerd hebben of niet? Eigenlijk hadden we een aantal dingen al wel eens besproken. Ook mijn broer had wat meer op het financiële stuk aangedrongen. Ik wat meer op die medische kwesties. Maar wij merkten ook dat we daar niet echt verder in kwamen. Het was wel op zich bespreekbaar, daar bleef het een beetje bij. En wat ik zelf erg prettig vond met de case manager erbij, is dat zij toch als een onafhankelijk persoon ons ook iets meer kon sturen daarin. Terwijl ik het in mijn werk ook best wel dit soort items heb. Met je eigen ouders daarover spreken is toch echt wel heel wat anders. En dan is het toch wel heel prettig om daar iemand bij te hebben die toch net iets meer op afstand staat. En, en ook gewoon het beestje bij de naam noemt en de dingen echt bij de kop vat. En wat ook heel fijn was, is dat zij echt ook op het eind van het gesprek dus echt zei van oké, wie gaat nu wat doen? En wanneer denken jullie dat je het klaar hebt? En dat vond ik ook wel echt een eye-opener. Ik dacht, ja, wij bleven het altijd een beetje omheen praten. En dan, dan begon je een week later er weer over. Maar ja, nu werd het echt een soort agendapunt. Hoe zat dat dan met het huis? Want je zei ook van, dan zou het huis misschien verkocht moeten worden. Ja, dat is een andere stap inderdaad geweest. Dat ze ook bij de notaris zijn geweest. Om af te spreken van, wat als bijvoorbeeld mijn moeder het huis zou willen verkopen, maar mijn vader daar geen toestemming voor geeft, kan zij dat dan ook alleen beslissen. Dus mijn vader heeft nu mijn moeder inderdaad gevolmacht ook voor de financiële zaken, zeg maar. Nou ja, dat is dan wel goed om dat vast te leggen. Ja. Mijn moeder die was natuurlijk al goed op de hoogte, omdat ze het daar vaak over gehad hadden. Maar ook voor mijn broer en mij vond ik dat wel een prettig idee dat we echt gewoon nu weten wat zijn ideeën zijn. Ik stel dat je later toch nog eens wat moet beslissen voor hem. Ja. Dan weet je in welke lijn je kunt denken. Maar anders kom je daar ook niet achter. Nee. Dan weet je dat helemaal niet. Nee.